Om een video op je smartphone te monteren kun je simpelweg een app gebruiken. We tonen hoe je te werk gaat met de gratis app KineMaster, die zeer goed scoorde in onze recente test. Om te beginnen download je KineMaster in de Google Play of App Store. Geef toegang tot je foto's en video's. In het hoofdmenu klik je op de rode knop. Selecteer bij voorkeur het formaat 16:9. In het volgende scherm klik je op Media en kies je een video. Om in de video te knippen en enkel de stukken die jou interesseren te bewaren, klik je eerst op de balk onderaan het scherm en kies je de clip. Zet dan de rode cursor exact op de plek waar je de video wilt knippen. Klik daarna op het icoontje van de schaar, kies een van de opties en bevestig. Je kunt ook verschillende video's tot één filmpje monteren. Via de knop Media voeg je ze toe aan de video waar je net in hebt geknipt. Door je vinger op een video gedrukt te houden, kun je die van plaats veranderen. Tussen elke video zal een vierkantje verschijnen. Druk hierop als je een overgang, bijvoorbeeld zoom-out, wilt toevoegen. Om geluid aan je video toe te voegen, druk je op de muzieknoot. Je kunt dan bijvoorbeeld een liedje uit je eigen collectie kiezen. Eens je klaar bent met monteren, moet je de video nog exporteren. Klik op dit icoontje. We raden aan om te kiezen voor een resolutie van 1080p tegen 30 beelden per seconde. Je nieuwe video zal in je fotoverzameling verschijnen en is nu klaar om bekeken en gedeeld te worden.